Hallo en welkom iedereen in een nieuwe week, waarin dat we eens gaan intunen op de mannelijke en vrouwelijke energie. En ik zie dat het 10-10 is. Dus beiden, zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie, zijn aan een nieuw begin gekomen. 10 is niet alleen het teken van einde, afronding, want eigenlijk is dat meer 9. 9 is eigenlijk meer de completion. 10 is eigenlijk alweer de volgende ronde die begonnen is. Dus zeker met de Soulless op 21 juni, dus binnen 2 dagen. De verschillende portalen die we gehad hebben, ook 23, 6, 23 is ook voor tweelingvlammen een hele belangrijke datum, heb ik doorgekregen. Omwille ook van die weerspiegeling, dus 23 en dan 23 van het jaar. Maar meer ook omdat de 6 ertussen staat. En 6, als je die splitst, dan heb je 3-3. Dat is dan die eenheid in elk van de tweelingvlammen. En dan tegelijkertijd ook die verbinding naar alle tijd en alle ruimte. Dus dat verschillende levens, verschillende vorige levens die gedeeld werden door 2 verschillende zielen. Maar ook gewoon in jezelf. Dus we gaan eens zien wat de boodschappen zijn voor de mannelijke en de vrouwelijke energie van deze week. En we gaan beginnen met de vrouwelijke energie. En dan krijgen we onmiddellijk de Ace van Bekers, het wiel van Fortuin, dus het grote wiel, is eigenlijk nog heet in dit deck, maar omgekeerd de Star Card. Dan hebben we nog de Ace of Flames en de Sage of Crystals. Wat hier eigenlijk een soort hogepriesteres van de kristallen is. En aan de onderkant van het deck hebben we Karma. Met transitie omgekeerd, Loon, dus de maan omgekeerd. En de rode draad doorheen alles is eigenlijk de meesteres, hogepriesteres. Dus echt een meester worden in het leren beheersen van de emoties. Want daar is een kaart met een vrouw op. Met 1 beker, dus die sowieso ook verwijst naar de Ace of Challenges. En met ook de 10 of Challenges. Dus deze week gaat echt de vrouwelijke energie. Hetgeen wat ik hoor is dat door het einde en het beëindigen van de vorige cyclus, dat die vrouwelijke energie echt wel nu het next level gaat gaan spelen. Echt wel het volgende level gaat gaan, het volgende hoofdstuk. En eigenlijk echt ook wel een tijdsprong, een tijdslijn, een kwantumsprong gemaakt heeft. Waarom? Er zijn hier gewoon 3-1 kaarten verschenen. De Star Card, de sterrenkaart, hè, dus die is dus verwijst naar de sterrenafkomst en wie dat we zijn. Er is ook het ankteken, die is sowieso ook weer verwijst naar de tweelingvlammen, naar de eenheid tussen 2 verschillende energieën, maar ook dus de eenheid tussen mannelijke en vrouwelijke energie. En het wiel, de Great Wheel, de kaart Great Wheel, dat gaat zo licht ondersteboven. Maar het voelt niet als iets negatiefs in die zin dat het eerder een teken is dat die lessen, zoals ik net gezegd heb met die 10-10, dat die lessen geleerd zijn en dat we eigenlijk al doorheen die vortex of die deuropening gegaan zijn. Er staat ook een slang op die eigenlijk zijn eigen staart opeet. In de verschillende kleuren van de vlammen. Maar ook tegelijkertijd heel veel atomen getekend en helemaal in het midden de Flower of Life. En daar gaat het ook over. Dus de vrouwelijke energie is veel meer en meer in staat om haar leven vorm te geven in balans. Dus met haar eigen emoties, met haar eigen vuur, haar eigen passie. Verbonden en herinnert de afkomst, haar ware afkomst. En dat zorgt ervoor dat ze meer en meer in staat is vanuit die volledige vervulling, dus de 10 of bekers. Om ook daar die meesteres in te worden en te weten en te leren begrijpen wat dat die emoties betekenen. Dus dat niet altijd iets negatiefs is. Om op die manier ook een meesteres te worden van haar eigen fysieke realiteit.
maar nog steeds in verbinding met de aarde en haar, haar natuur hier, is hetgeen wat ik hoor. Dan gaan we verder verklaren. Ik zie al onmiddellijk ook weer de hoge prinses. Nee, niet de hoge prinses, de empress en de emperor omgekeerd. Dus empress gewoon en de emperor omgekeerd. Dus het gaat echt wel duidelijk over enkel de vrouwelijke energie. En we krijgen de Two of Pentacles, de lovers omgekeerd. Dus deze week gaat niet over de ander. Het gaat echt wel over haar pad. Over haar emoties, haar schaduwen. De dualiteit in zichzelf. Dus de dualiteit dat zij in zichzelf nog ervaart. Om ook daarin die eenheid aan te brengen. Om van daaruit dan, ja inderdaad, en ze niet te laten leiden door het negatieve. Niet te laten leiden door de duivel als het ware. Maar echt in die hoge priesteres te stappen. Nu komt ze wel weer. De empress ondersteboven. De five of cups ondersteboven. En de wereldkaart ondersteboven. Omdat het echt bedoeld is. Dus als ze deze week veel meer ook. En ook in het fysieke. Want kijk, ik krijg aan de onderkant van de kaart. De 9 van bekers. De 2 of wands. En de queen of swords. Maar dan ook met de strength card. Dus alles wat zich nu deze week vormt, de obstakels, de lessen, wat dan ook, die zijn er allemaal met als doel om nog verder in die eenheid te stappen, om nog meer in die hoge priesteres energie te gaan stappen, zodanig dat er eenheid komt op het vlak van emoties, op het vlak van het mentale, op het vlak van het fysieke en dus vooral ook op het vlak van het energetische. Om van daaruit je niet meer te laten leiden door de illusies van de 3D-wereld. Waardoor je niet meer het gevoel hebt dat je vastzit. Waardoor je niet meer het gevoel hebt dat je geleid wordt. Maar dat je dus zelf weet dat je in staat bent om de dingen die je wenst aan te trekken verder wilt gaan creëren en gaan neerzetten. Maar dus altijd vanuit die afstemming en altijd vanuit die energie en die eenheid in jezelf. Eenheid met alles om je heen. Eenheid, dus eenheid in jezelf, de balans in jezelf, maar ook met de verbondenheid met alle elementen om je heen. Dat zijn ook stukken die ik uitleg en leer in de training Manifesteer met alle elementen. Zodat je leert wat het eigenlijk de verschillende elementen zijn van manifesteer natuurlijk, maar ook nog een stuk verder. Wat hebben we dan nog? Dus heb ik getrokken van waar gaan de schaduwen voor deze week over. Wacht, dan maak ik ze eventjes allemaal mooi open, zodat ik het goed kan zien. Dan hebben we de Fool omgekeerd. Niet omdat we niet op het pad aan het lopen zijn, maar omdat we het al aan het lopen zijn. We zijn dus eigenlijk niet meer zo helemaal die voel die nog volledig niks weet. Dus we hebben al wat enige ervaring opgedaan, sommigen enkele maanden, anderen enkele jaren, over hoe dat het pad terug naar jezelf loopt. En hoe meer we dat gaan doen, gaan we zien dat we ook meer en meer daar vrijheid in krijgen. Dat het ons meer vrijheid brengt. Dat we ons veel vrijer voelen op spiritueel vlak. Dat we veel meer ook in die onschuld kunnen stappen. En dat is uiteindelijk ook onze natuur. En hoe meer dat we het ook gaan doen en het letterlijk gaan toepassen in het fysieke, hoe meer dat we ook gaan leren gaan manifesteren vanuit die aantrekking, vanuit die resonantie. En daarom ligt een attraction kaart, dus de aantrekkingskaart, ondersteboven. Ook weer hetzelfde, de Wheel of Fortune, de kaart Wheel of Fortune, de spinning, ligt ondersteboven. Waarom? Omdat we zijn al gedraaid, het is al bezig en het is een ongoing process, het stopt nooit, het wiel blijft gewoon draaien. En het is aan jou om te kiezen of dat je naar je leven kijkt, naar de realiteit kijkt vanuit licht en liefde, of vanuit die pijnen en die schaduwen en die donkerte die in jou aanwezig ook is. En dat is oké, donkerte mag aanwezig zijn. Het is alleen, laten we niet leiden door ofwel licht ofwel donker. Het is belangrijk dat je de dualiteit leert zien van je leven. Dat je de dualiteit ziet in elke situatie. Maar dat je tegelijkertijd het kan ontstegen
om van daaruit dan jouw leven vorm te geven en te gaan kijken van wat is het nu eigenlijk dat ik zelf wens te ervaren. Want dat is het eigenlijk wat een leider doet. Een leider kiest zijn pad en zegt wat er moet gebeuren en dan zorgt het universum voor hetgeen die moet gebeuren. Dan krijgen we een bevestiging eigenlijk van hetgeen we nog gezegd hebben. In die zin, our kaarten van de unicorns en daar was een understand oneness, dus leer ook die eenheid meer en meer te begrijpen. Leer te zien dat het niet alleen zwart of wit is, maar dat er oneindig veel mogelijkheden en keuzes zijn, net zoals dat er oneindig veel kleuren zijn. En als je twijfelt, dan mag je ook vertrouwen in die perfecte liefde, in die zin dat je eigenlijk volmaakt bent zoals je nu al bent. Je gaat gewoon verder gaan evolueren en leren wat dat betekent om vanuit jouw energie ook dingen gaan neer te zetten. En dan ook van daaruit jouw waarheid, jouw vrijheid te gaan communiceren, te gaan delen. Te gaan delen met anderen wie dat je echt bent in de kern. En dus kan je ook gaan visualiseren dat er een diamanten energie vanuit je keelchakra stroomt naar anderen, hun keelchakra. Dat niet alleen zij ontvankelijk zijn voor de dingen die je zegt, maar dat ze ook zelf in staat zijn om te gaan communiceren. En gewoon doordat jij authentiek jezelf bent en dat ook gaat gaan vanuit die energie informatie gaan delen of gewoon je leven gaat gaan vormgeven, geef je automatisch ook toestemming aan anderen om dat te gaan doen. Ik zie ook dat de vrouwelijke energie wat extra harthealing kreeg deze week, ook via de roze gouden energie, waardoor dat ze eigenlijk nog meer en meer verbonden wordt met de kosmische liefde en dus van daaruit ook nog veel meer de wijsheid van die energie kan gaan zien en niet alleen gaan zien, maar ook ervaren, ook integreren en van daaruit dan ook het verder kan gaan gebruiken in het vormgeven van haar leven. Dan hebben we die nog. Go with the flow, relax and trust, accept what is happening. En dat is een hele belangrijke, zeker omdat dat super, dat is gewoon de definitie bewezen van spreken van die Divine Feminine, van de geheelde Divine Feminine energie. En dat is ook iets waar ik merk dat heel veel mensen, zowel als ze meer in de mannelijke energie zijn, maar ook als ze meer in de vrouwelijke energie zijn, die dat lastig vinden om te vertrouwen dat de dingen ook gaan gebeuren zoals dat ze moeten gebeuren. En het enige dat je te doen hebt is controle krijgen over je emoties en over jouw gedachten. Want je gedachten, dat is eigenlijk de tool, dat is het gereedschap om de visie die je hebt, de dromen die je hebt, om die in de realiteit te brengen, om die te creëren. Maar wanneer dat er geen juiste emoties achter zitten als drijvende kracht, als fuel, als voeding, dan gaan die gedachten niet of op een verkeerde manier gaan gemanifesteerd worden. Dus dat is ook de reden waarom als je bijvoorbeeld al heel vaak met affirmaties gewerkt hebt en je hebt het gevoel dat die niet werken, dat is ook de reden. Omdat nog steeds een aantal onbewuste gedachten meer kracht krijgen in de zin van emoties of wat dan ook. En dus die emoties zijn krachtiger dan het vertrouwen dat je hebt. Dan maakt het niet uit dat je vertrouwt of dat je zegt van ik ben wit, licht en ik ben beschermd of wat dan ook. Nee, het gaat niet manifesteren omdat de energie van de angst, de lachtende energie eigenlijk krachtiger is op dat moment. Dus van daaruit leer ook werken met die vlammen, leer die transformeren. Wat zie ik, vorige week hadden we ook de blauwe vlam, dus ook nog steeds deze week is het super belangrijk om je met de blauwe vlam en Gabriel te gaan verbinden. Dus als je dat nog niet gedaan hebt, ga zoeken de transmissie met de blauwe vlam hier op mijn YouTube kanaal. En beluister die de komende week. Roep de blauwe vlam dagelijks aan om je te helpen in het uiten van je waarheid, het spreken van je waarheid of wat het ook is dat nodig is. Het helpt ook in het reguleren van emoties. Daarvoor is dat ook super belangrijk. Het helpt kortom eigenlijk die balans in jezelf te gaan creëren. En wat krijgen we nog van vlammen? Ook weer die violette paarse vlammen met allerlei verschillende kleuren. Dus gebruik de blauwe en de paarse violette vlam als basis en voeg daar dan de verschillende kleuren toe.
waar dat je toe eigenlijk toe geleid wordt. Dus deze week is ook voor de vrouwelijke regie super belangrijk om te blijven naar binnen gaan, om te blijven afstemmen op je ziel te gaan voelen en om nog dieper op die intuïtie te gaan vertrouwen. Nog enkele boodschappen van de goddelijke, de universele vlam, sorry. We hebben dan beslist nu om uit het cirkel van incarnaties te stappen. En dat doe je door te beslissen om aan jezelf te gaan werken. Om naar binnen te gaan, om je schaduw te healen en zo verder. Dat is eigenlijk het pad van ascensie, bewustwording, daar gaat over. Beperkingen zijn een illusie, want jij bent oneindig. En dus alle mogelijkheden zijn ook oneindig. Heb geduld en leer om nog meer in overgave te gaan. Ja, misschien hebben we dat net ook gezien met die flowkaart. En kies voor liefde als jouw leraar. Dus je hebt altijd en alles de keuze van kies je vanuit, maak je een keuze vanuit angst, vanuit controle of vanuit liefde. Kies altijd voor emotionele vervulling. Wat is hetgeen, dat is ook hetgeen dat we helemaal in het begin hadden met die bekerkaarten, al die aces. Vertrouw het plan van het universum. Kijk weer opnieuw. Het vertrouwen is belangrijk voor de vrouwelijke energie. Wat hebben we nog? Met de boodschappen mogen we nog meegeven. Ja, wacht even. Hier, een bruine blauwe vlam om de weg van je ziel te volgen. En nog één kaart. Ah, dat zijn er twee. Volg het goed voelen, dan blijf je afgestemd op de natuurlijke flow en wees bewust van je emoties, maar laat je niet misleiden. Ja, dat is eigenlijk bevestiging van al de zaken dat we daarnet ook al gezegd hebben. Leer vertrouwen op de boodschappen die je krijgt. Voel van hoe laat mij dit voelen. Is er twijfel? Dan is er omdat er nog informatie niet volledig duidelijk is. Is er angst? Dan is het omdat je eigenlijk op een verkeerde manier denkt. Voel je verdriet, dan is er ook weer dingen, een stuk rond schaduwen dat je mag gaan aankijken. Dus maar ook stukken van, oké, hoe denk ik over deze situatie? En wat zorgt er dan voor dat ik eigenlijk mezelf een stuk beperk? Dus op die manier kan je leren om je gedachten en je emoties te gaan reguleren, als het ware. En dus ik ook weer 17-17, dus ook weer die weerspiegeling. Zo, dat is voor de vrouwelijke energie. En dan gaan we zien van wat zijn de boodschappen voor de mannelijke energie deze week. Dus ik ga weer net allemaal dezelfde kaarten gebruiken. Ik heb ze ondertussen allemaal weer eventjes aan de kant gelegd in een schut. En dan gaan we kijken van wat is het dat de mannelijke energie deze week in de slag had. En dan krijgen we onmiddellijk al de Master of Flames. Master of Flames is eigenlijk, wanneer dat die niet ondersteboven zal liggen, maar die ligt ondersteboven, is eigenlijk een teken dat de mannelijke energie volledig in zijn kracht stelt. Dat hij volledig verbonden is met zijn eigen vuur, met zijn eigen passie, dat hij weet wat het is, wat dat betekent om zichzelf te zijn en om zijn leven vorm te geven vanuit authentiek. Maar dat heeft hij niet. Waarom? De Ace of Flames, dus de eerste kaart met het eerste vuur, zijn enige vuur, ligt ondersteboven. Dus die verbinding, hij voelt dat vuur wel, maar hij laat zich daar nog veel te veel leiden door anderen, waardoor dat hij eigenlijk natuurlijk zijn fysieke wereld vorm heeft vanuit een vervormde passie, vanuit een vervormde, aangepaste versie van zijn eigen vuur. Waardoor dat hij natuurlijk heel ontgoocheld is en de vruchten en de kristallen dat hij creëert, als het ware, en wil gaan verkopen in de wereld, dat die er is geen vraag naar. Niemand is geïnteresseerd in die kristallen. Waarom niet? Omdat die kristallen geen authentieke energie dragen. Ze dragen een vervormde energie. Dus trekt hij ofwel verkeerde mensen aan, de verkeerde resultaten aan. En dat begint meer en meer op zijn systeem en op zijn emoties te gaan werken, op zijn welzijn. En daarom kregen we ook de Ace of Orbs. In dit geval is dat de Ace dus verbonden met de zwaarden, verbonden met de gedachten. Dus de mannelijke energie gaat deze week eigenlijk alles weer terug naar het schetsbord, als het ware. Is gaan nadenken, angsten gaan loslaten, daaromtrent. En de Divine Justice card zegt daarin ook dat hij daar ook geleid in wordt. Dus dat er eigenlijk ook een balans in gecreëerd wordt vanuit zijn of haar team.
In die zin dat de gidsen van de mannelijke energie nu ook een stuk dichter staan. En via dromen, via het derde oog, via de verbinding met de vrouwelijke energie, eigenlijk meer en meer ook die balans gaat creëren in de mannelijke energie. Waardoor dat dus de mannelijke energie ook in staat is om meer en meer met zijn eigen vrouwelijke energie te gaan verbinden. Wat dan uiteindelijk ook de volledige vervulling en dus de union gaat brengen. Maar dus moet die mannelijke energie nog een stukje doorheen zijn eigen groei gaan, om uiteindelijk ook te kunnen komen tot die emotionele vervulling, tot het punt van de vrouwelijke energie nu staat, en dus waar de vrouwelijke energie leert meester worden over die emoties en die gedachten, om van daaruit de fysieke wereld te gaan creëren, daar staat die mannelijke energie nog niet volledig, en omdat die eigenlijk nog te veel rekening houden met de buitenwereld, rekening houden met verwachtingen, met rollen, met patronen, met hoe dat het gedaan is. Dus met sommigen ook religie en ideeën en overtuigingen van daaruit. Maar wat zien we? We zien de Four of Wands omgekeerd, de Page of Wands omgekeerd. Dus het vuurteken is echt wel super belangrijk. We zien de Nine of Swords omgekeerd en de Ten of Pentacles omgekeerd. Dus die van mensen omgekeerd. Wat hebben we nog ter verklaring? De Knight of Pentacles. Ja. King. Ik denk zodanig vaak in het Engels dat het soms moeilijk is om na te denken dat het Nederlands is. De wereldkaart ook omgekeerd. Dat is ook zien we dat de vrouwelijke die gekregen hebben met een ander dek. En dan de Seven of Swords. Dus echt. De elementen die nu deze week belangrijk zijn, zijn niet zozeer de emoties. Dus als je in contact bent met een divine counterpart, dus een spiegelziel of een zielsconnectie, weet dan dat de mannelijke energie onderliggend wel gericht is op de lovers, op de liefde, op de verbinding en de connectie. Maar op dit moment wordt hij gevraagd om eigenlijk naar binnen te gaan. Om, zoals ik daarnet gezegd heb, terug te keren naar het tekenbord. Naar de aanvankelijke plan en daar eigenlijk heel veel dingen gaan veranderen. Waarom? Omdat de manier waarop dat altijd gedaan is, werkt niet meer. Brengt niet meer de vruchten en de resultaten zoals dat ze gewoon zijn. Waardoor dat het beeld dat ze hebben van... waarin dat ze alles hebben, huisje, tuintje, boompje, carrière, relatie, kinders, wat dat dan ook dat ze willen hebben, dat eigenlijk plots niet meer mogelijk leek te zijn. En dus die eenheid tussen mannelijke en vrouwelijke energie, dat ligt nog altijd in de kaarten natuurlijk, maar daarvoor moeten ze eerst die eenheid in zichzelf gaan creëren. En zolang dat die eenheid in zichzelf er niet is, dus zolang dat ze die geheelde vrouwelijke energie in zichzelf volledig afwijzen, kunnen ze niet in verbinding komen met een andere geheelde energie waarin dat balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie al aanwezig is. Dus zeker in connecties is dat belangrijk om te weten. Dus merk je dat jouw mannelijke energie wat stiller is, wat minder betrokken is, weet dan dat die periodes van rust er zijn om die verbinding met hun eigen vrouwelijke energie te maken. En dat is belangrijk om dan vanuit die geheelde versie in zichzelf verbinding met jou als vrouwelijke energie te maken, als jij een vrouwelijke energie bent. Even een slokje water. Ik voel dat mijn keel droog wordt. Dus dat, heeft ook weer dat is ook weer wat mijn lichaam toont, wat er gaande is in die mannelijke energie. Ze voelen zodanig heel veel dingen. Emotioneel, ze voelen dat vuur in zich opwakkeren, maar ze kunnen het nog niet volledig onder woorden brengen of nog niet volledig uitspreken. En afhankelijk van waar dat ze natuurlijk staan in hun zielsgroei, dan zal dat misschien wel al wat beter zijn, maar bij anderen gaat dat bijvoorbeeld nog niet mogelijk zijn. Dus daarin ga je zien dat deze week een belangrijke is bij de mannelijke energieën, dat ze eigenlijk verplicht naar binnen gaan, dus dat onder druk van het universum, van een team, om te gaan voelen van oké, wat is mijn passie, waarover ben ik gepassioneerd en wat wil ik nu eigenlijk echt, wat is nu voor mij die Ten of Pentacles, wat is nu volledige diepe vervulling, wat betekent dat? Want hoe dat ze het altijd gedaan hebben, was eigenlijk nog veel te veel beïnvloed door karma
Ik wil ik eigenlijk niet graag gebruiken, ja, zie, want al mijn kaarten vliegen alle kanten op als ik karma zeg. Maar vooral beïnvloeding van scholen, ouders, communities, of wat dan ook. Ja. We krijgen hier ook de kaart messages en hou daar een open mind in. Dus zeker wanneer dat gaat over communicatie, dan is het belangrijk om daar een open mind in te houden. Communicatie gaat niet alleen maar over 3D-berichten of 3D-telefoons of dat je elkaar fysiek ziet. Nee, dat gaat ook over boodschappen die je krijgt via muziek, boodschappen die je krijgt via deze video, boodschappen die je krijgt via telepathische communicatie of gevoelens of gewoon ook de andere voelen in je eigen lichaam. En hoe meer dat je leert ook met die energie te gaan werken, want dan krijgen we de energiekaart en flow ondersteboven, hoe meer dat je met die energiekaart leert werken, dus met energiekaart, met energie leert werken, hoe meer dat je ook gaat zien dat je open bent om telepathische communicatie en je intuïtie te volgen. En dus dat je boodschappen krijgt via dieren of wat dan ook. Alles en iedereen tot je spreekt. En dan krijgen we ook weer de wereldkaart ook weer ondersteboven. En dus dat is omdat doordat de mannekeen hier binnen gaat, is die eigenlijk in het birthing proces. Dus niet in het geboorteproces in de zin van dat de bevalling al bezig is, maar eigenlijk ervoor. Dus die 9 maanden zwangerschap, daar is zij nu een stukje weer naar binnen. Wat krijgen we dan nog? Dus dat zijn de dingen. Het gaat over de mannelijke energie, maar ik voel dat dat hier ook echt een boodschap is voor een aantal vrouwelijke energieën. Om dat op die manier ook beter te leren gaan begrijpen. Dan krijgen we de Cosmic Diamond. Spread hope and joy, eliminate the world. Ja, maar je legt ondersteboven. En dat is ook iets waar dat eigenlijk de mannelijke energieën als taak hebben. Zowel de mannelijke energie in jezelf als de mannelijke energie in de connectie hebben als taak om het licht dat ze zijn, het licht dat ze ankeren in hun fysieke lichaam, om dat naar buiten te brengen. Maar zolang dat die niet volledig stabiel is of niet in balans is, dan ga je natuurlijk dat naar buiten brengen, maar gaat het natuurlijk, zoals we net gezegd hebben, verkeerde resultaten met zich meebrengen. Dus door meer het hart te gaan openen en dus die verbinding te maken tussen mannelijke en vrouwelijke energieën, zal in staat zijn om meer en meer connecties, ook die onvoorwaardelijke liefde, te gaan delen. En dus inderdaad het kanaal zijn voor dat Christuslicht, dat Christusbewustzijn, dat eenheidsbewustzijn, dat diamantbewustzijn, hoe je het ook wil noemen. Het gaat allemaal over hetzelfde. Maar dus daar zijn we mee bezig. Daar zijn we naartoe aan het heen werken. En dan krijgen we nog pure intention, find clarity, surrender your ego. Maar dus het ligt ondersteboven, dus dat wil zeggen dat inderdaad de mannelijke energie echt nog bezig is met stukken van het ego te gaan ontmantelen, te gaan ontcijferen, te gaan leren begrijpen. Zodanig dat ze het bewust ook kunnen gaan aan de kant zetten. Dus dat ze kunnen bewust kiezen van oké, dat is mijn ego. Dat is een gedachte die ik had vanuit mijn ouderlijke lijn, vanuit mijn cultuur, vanuit mijn religie. Maar ik kies ervoor om dat niet meer te volgen, bijvoorbeeld. En dus hoe meer dat ze dat gaan doen, hoe meer dat ze op hun eigen ster gaan vertrouwen, hoe meer dat ze op hun eigen diamant dat ze zijn gaan vertrouwen, en dus verbinden met die diamanten energie, dus met dat eenheidsbewustzijn, hoe meer dat ze gaan merken dat ze zich ook geliefd voelen. Dat ze die liefde kunnen en mogen toelaten. Dat ze het waard zijn. Heel veel mannelijke energieën zijn niet gewoon om liefde te ervaren. Laat staan dan zo'n dergelijke onvoorwaardelijke liefde dat ze ontvangen via hun vrouwelijke, of hun divine feminine, via hun spiegelend ziel. En dus, heb eigenlijk wat compassie voor die mannelijke energieën. De vrouwelijke energieën gaan ook door heel veel zaken, maar het verschil is bij de mannelijke energieën dat dat heel veel zaken zijn die zich echt in het fysieke ook manifesteren. Waar dat de vrouwelijke energieën veel meer in energie doorheen stukken gaan, veel meer in de emoties, is dat bij de mannelijke energie veel meer in het aardse. Dus het voelt ook veel harder en veel lastiger aan. Dus heb vertrouwen dat die connectie komt. Heb vertrouwen dat hoe meer dat je naar binnen gaat als vrouwelijke energie en veel meer je eigen mannelijke en vrouwelijke energie heelt
en op een goede, in een goede balans gaat gaan gebruiken, dat jouw mannelijke energie dat ook gaat zijn. En dus surrender is ook een kaart dat ik hier zie van de Angels of Atlantis. Geef je over aan de natuurlijke cyclusen en zet er geen tijd op, want het is zoals ik in een gesprek met mijn vriendin ook in het weekend had. Het leven nu, dat is gewoon een split seconde in het totale geheel gekeken van het universum. Dus dat laat me zeggen of tonen van hoe relatief alles is. Dus verspil niet langer tijd aan dergelijke zaken en focus op jezelf. Iets wat mij heel hard geholpen heeft, was van als je mannelijke energie, dus je twin of je soulmate of wat dan ook er is, dan kan je op hen focussen. Zijn ze er niet, focus op jezelf. En dat ga je echt heel hard vooruit brengen. En wat krijgen we nog als boodschappen van de Angels of Atlantis? Dat is van aartsengel Michael met de I am presence. Dus ook weer voor de mannelijke energie, focus op jezelf. Aartsengel meet dat dan met de diamantenenergie. En ja, dus Michael is ook violet, wit, paars van kleur. In deze kaart, Metatron is diamantenenergie met genade. En dat doet mij denken aan wat ik daarnet gezegd heb. Zeker als vrouwelijke energie naar mannelijke energie, maar ook als mannelijke energie naar zichzelf en ook van vrouwelijke energie, naar het proces, naar de connectie. Kijk, er zijn zoveel dingen dat we niet gewoon zijn in dergelijke zielsconnecties. Dus probeer ook niet hetgeen dat je kent daarop toe te passen, want het gaat alleen maar heel hard als een boemerang terugkeren in je gezicht. Dus doe het niet, laat het los. Laat het natuurlijk ontstaan. Plak er geen labels op. Maar laat het gewoon natuurlijk groeien en ontstaan. En dus dat maakt het ook zoveel krachtiger. En ook aartsengel Gabriel is ook hier voor de mannelijke energie aanwezig met de blauwe vlam en grace. Dus genade. Dus heb liefde. En dan ga je uiteindelijk ook de veiligheid vinden in jezelf, maar ook in de connectie. Wat krijgen we extra van boodschappen voor de mannelijke energie van de universele vlammen? Dat is werk samen met de groen-gouden vlam voor je welvaart. Ja. Zeker omdat ook de mannelijke energie daar heel veel verkeerde en beperkende overtuigingen in hebben. Zuiver verder alle ballast uit. Want het is net dat die zorgt voor problemen tussen de mannelijke en vrouwelijke energieën. Roep de aquamarine vlam aan voor meer helderheid. Ik gebruik die ook heel vaak en dat gaat ook heel snel waarop je dan inzicht krijgt. Dus je kan gewoon ook zeggen van ik roep de aquamarine vlam aan voor meer helderheid omtrent blablabla. Dus dan vul je de situatie of probleem in. Heb vertrouwen dat je verder stapt op je reis in de richting van je dromen. Want als jij er niet in vertrouwt, wie zal het dan doen natuurlijk? Beslis nu om uit de cirkel van incarnaties te stappen. Die hadden we ook voor de vrouwelijke energie. Het is oké om je eigen waarheid te vormen. Zolang je er maar bewust van bent. En zolang je bewust bent waarom je bepaalde zaken overneemt. Of doet zoals iemand anders. Wees bewust van je emoties, maar je laat je niet misleiden. Die hadden we ook met de vrouwelijke energie. Dus leer ook als mannelijke energie om nog meer zelfs dan de vrouwelijke energie, om emoties toe te laten. En niet te zien als iets zwak, maar als een kracht, als een barometer voor waar je staat en waar je heen gaat, hoe ver je verwijderd bent van je wensen en zo verder. Vraag naar bevestiging en stel heldere vragen. Dit is eigenlijk vanuit de mannelijke energie bekeken belangrijk, omdat de mannelijke energie vaak nog veiligheid zoekt in het logische, dus in het verklaarbare. En door naar bevestiging te vragen, niet natuurlijk van anderen, hè. Niet van de vrouwelijke energie of wat dan ook, maar naar jezelf, naar je eigen team. Dus door ook in te tappen op die intuïtie en tekens te vragen, gaat je team je eigenlijk dan meer en meer helpen. En kijk, en de andere kaart die eruit komt is, je logische verstand leert wat je ziel en hartsreed weet. Dus het is net daarom dat die vraag naar bevestiging kaart er eigenlijk ook bij komt, omdat die ook samenhangt met het logische verstand. Dus hoe meer je de weerstand van je ego, dus van je logische verstand, kan gaan
uitleggen en dus dan fysieke tekening krijgt in de zin van symbolen of dieren of wat dan ook, dan ga je daar ook meer en meer vertrouwen en dus ervaring in hebben. Overvloed en liefde is er altijd. Ja, het is aan jou of je het wilt zien en nog meer of je het wilt toelaten. En dan nog het laatste. Zijn er nog twee. Kies altijd voor emotionele vervulling. Zeker voor de mannelijke energie is dat super belangrijk. En als laatste, laat het afhankelijk gevoel los met de gouden vlam. Het afhankelijk gevoel, dat zal voor iedereen anders zijn. Het kan een afhankelijk gevoel zijn ten aanzien van iemand. Het kan ten aanzien van iets zijn. Ten aanzien van een bepaalde emotie. Ten aanzien van hoe dat iets doet. Maar meer nog ook ten aanzien van hoe dat iets verloopt. Wie dat uiteindelijk jouw spiegelende ziel of jouw perfecte partner wordt. En dat bedoel ik niet met perfect dat die persoon perfect is, nee. Maar dat jullie perfect voor elkaar zijn, een perfecte match. In die zin dat je elkaar stimuleert, dat je elkaar de schaduwen, de diepste schaduwen ook spiegelt. En ook tegelijkertijd allebei het commitment en de toewijding hebt om verder samen te groeien. En wanneer je dat kan loslaten, en dat niet uitmaakt wie dat uiteindelijk die rol inneemt, dan maak je ook ruimte om voor jouw echte voorbestemde partner om die binnen te laten. Zo, dat was het voor deze video, voor deze week. En ik zie dat we al meer dan een half uur bezig zijn. Dus ik ga het hierbij laten. En dan zien we elkaar voor elkaar dan in een volgende video. Dag!